Er komt een golf van ondernemers aan die door de coronacrisis zo diep in de schulden zijn geraakt dat ze er niet meer op eigen kracht uit kunnen komen. Daarvoor waarschuwen verschillende organisaties. Voor het kabinet geldt dat wij alles op alles zullen zetten en zullen doen wat nodig is. We zullen de komende periode daarom vele miljarden ter beschikking stellen om banen te behouden en ondernemingen overeind te houden. Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen dan waar we vorige week mee rekenden. En daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval 5 weken in lockdown. Het is een uitzonderlijk jaar om op terug te blikken. Terugkijken op 2020 kan eigenlijk niet zonder het ook over de coronacrisis te hebben. Wat zijn nou de meest opvallende zaken die u in uw organisatie heeft meegemaakt? In 2020 is het heel erg gegaan over de relatie burger-overheid en het vertrouwen. De burger die het vertrouwen kwijt was in de overheid. De overheid die zich lang niet altijd betrouwbaar heeft getoond. En die ook op een bepaalde manier naar de burger keek. En dat is gecumuleerd zowel in de coronacrisis, maar ook in de affaire rondom de toeslagen. En alle vragen die er zijn gesteld over de manier waarop de overheid aan uitvoering werkt en hoe daar de burger een plaats krijgt. En hoe het contact tussen burger en overheid in stand moet blijven. Een van de dingen die ik vaak heb gezegd is dat als het echte contact niet meer mogelijk is, het menselijke contact tussen de overheid, dus de ambtenaren en de burger, dan gaat het echt fout in Nederland. Ook zonder de coronacrisis was 2020 natuurlijk een jaar vol uitdagingen. Een jaar waarin de relatie tussen burger en overheid ook behoorlijk onder druk kwam te staan. Met de toeslagenaffaire dan als het meest pijnlijke voorbeeld. Wat denkt u dat er nodig is om het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen? De toeslagenaffaire heeft in 2020 natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld als het gaat over de vraag of de burger de overheid nog vertrouwt. En het antwoord is heel vaak nee. De burger vertrouwt de overheid veel minder. Niet alleen om toeslagen, maar ook mensen in de bijstand, mantelzorgers, mensen die zorg nodig hebben, ondernemers die ondersteuning nodig hebben van de overheid in deze coronatijd. En we zien dat de overheid niet betrouwbaar is voor iedereen. En daar moet het beginnen. Alles en iedereen faalde bij de toeslagenaffaire. De enquêtecommissie is ongekend hard. De grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Veel ouders zijn blijvend beschadigd en de overheid en de rechterlijke macht boden geen bescherming. De overheid moet, om het vertrouwen terug te krijgen, eerst betrouwbaar worden, doen wat ze zegt. En daar komt het eigenlijk op neer dat je moet constateren dat de burger echt beter verdient na de crisis die de overheid overigens zelf veroorzaakt heeft. Als we kijken naar de Nationale Ombudsman, de Veteranenombudsman en de Kinderombudsman, is die rol in 2020 dan goed vervuld? Wat er voor ons valt te leren is dat wij niet alleen maar mooie rapporten moeten schrijven, goed onderzoek moeten doen, deugdelijke aanbevelingen en de complimenten daarvoor in ontvangst nemen, maar dat we ervoor zorgen dat er ook echt werk wordt gemaakt van die aanbevelingen. We hebben er misschien wel iets te veel op vertrouwd, om dat woord maar te gebruiken. Dat als wij iets schreven en dat we een aanbeveling deden, dat het zou gebeuren. Nou, dat vertrouwen, dat is zo nu en dan wel beschaamd. En wij kunnen er zelf voor zorgen, de ombudsmannen, de drie, de kinderombudsman, de veteranenombudsman en ikzelf als nationale ombudsman. Wij kunnen ervoor zorgen dat wij steeds maar weer de vinger op de zere plek leggen en zeggen, maar die aanbeveling vond je zo goed, dan moet je het doen ook. Welke verandering is de komende jaren nog nodig? De komende jaren zal de overheid moeten laten zien dat ze er echt weer is voor de burger. Dus die betrouwbaarheid is belangrijk. Het vertrouwen terugwinnen is belangrijk. Maar nog belangrijker is dat de overheid vertrouwen gaat geven. Dat de burgers in Nederland willen worden vertrouwd. Als ze iets aanvragen omdat ze het nodig hebben. Dat we daar geen rare vragen bij gaan stellen. Dat we geen tweede toeslagenaffaire gaan creëren. En dat we oog hebben voor eenvoudige regels, voor een toegankelijke overheid, voor eerlijk en menselijk contact. En dat we weten waar mensen ons het hardste nodig hebben. Dat gaat bijvoorbeeld over mensen in armoede, ook in Caribisch Nederland. Het gaat over mensen in de zorg, zoals ook veteranen met PTSS. En het gaat ook over jonge mensen die weer een toekomst moeten krijgen en onderwijs en zorg waar het echt op aankomt. Dus daar heeft de overheid een hele belangrijke rol te spelen. En ik zou eigenlijk willen zeggen, dat is heel logisch, want de burger verdient gewoon beter. Wat gaat u als ombudsman doen? Dat betekent voor mij dat ik vaker in de Tweede Kamer te vinden zal zijn. Met die rapporten onder mijn arm en zal zeggen waar het op staat. Dat geldt voor de kinderombudsman net zo goed. En voor de veteranenombudsman ook. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de burger. De burger moet ons en mijzelf dus ook vaker op zijn pad kunnen treffen. En wat nou als mensen meer hierover willen weten? Ik zou zeggen, lees het jaarverslag. Ga naar de website en daar vind je alle informatie die je nodig hebt.